Vandaag wordt het spannend in het Jan Maas Stadion. Want Jong Almere City FC speelt vandaag tegen Lisse. En Lisse is de nummer 2. Terwijl Almere op de laatste plaats te vinden is in de derde divisie. Vorige week werd er gelijk gespeeld tegen Ermelo. En de week daarvoor werd er met 0-1 verloren van Scheveningen. Het team van René Koster kan de punten dus goed gebruiken. De laatste week verdedigen we met elkaar een stuk beter. Want in het begin van het seizoen kregen we zo verschrikkelijk veel kansen en doelpunten tegen. Nou, dat staat een stuk beter. Nou, laatste week een aantal keer gewonnen, gelijk gespeeld, nipt verloren. Dus het vertrouwen was er wel, alleen het zat allemaal net even niet mee. In het begin van de wedstrijd zet Lisse meteen druk op de Almeerse verdediging. Ja, maar ze kwamen opeens toch met 4-4-2. Dus dat was wel even een verrassing voor ons. En een paar schoten inderdaad van afstand. Geen grote kansen, maar waren het wel eventjes lastig. Dan krijgt Sylvester van der Water de bal in het strafschopgebied van Lisse. En hij speelt de bal naar Jasper Waalkens. En die schiet de bal in het net. 1-0 voor Jong Almere City. Ja, wat je zei, we zaten niet echt lekker in de wedstrijd. Dus het was wel lekker dat je dan 1-0 voorkomt. En wat we in deze competitie vaak hebben gemerkt is dat achterkomen moet er elke keer achteraan. En het scheelt heel veel als je gewoon voorkomt. Dan moeten die ploegen die... Ja, ook wat terugzakken, die moeten op een gegeven moment verder naar voren. En wij hebben gewoon veel snelheid voorin. Dus dan kunnen wij gewoon counteren. En komen we beter in ons spel en dan komen er meer ruimtes. Jong Almere City dus op voorsprong. En beide ploegen voetballen voor de winst. Beide teams krijgen kansen. Maar hier bijna de gelijkmaker. Maar de kans wordt niet benut. In de slotfase van de eerste helft nog een grote kans voor Sylvester van der Water. Hij schiet net naast. Dan even later nog een kansje voor Vaarnold. Hij schiet op de paal. En dit had eigenlijk een doelpunt moeten zijn. Jong Almere City gaat dus rusten met een 1-0 voorsprong. Maar het had rustig 2-0 kunnen zijn. De eerste echte kans in de tweede helft is voor Lisse. Maar gelukkig gestopt door de Almeerse keeper. Dan een overtreding van Lisse op de rand van het strafschopgebied. De vrije trap van Metalzi gaat net naast. Even later is het wel raak. Sylvester van der Water maakt de 2-0. Ja, dat was wel ook bevrijdend. Zeker een korte corner. Goede goal van Sylvester. En, bij 2-0 weet je wel van, je gaat minimaal gelijk spelen. Of als het echt nog lastig wordt in de eindfase. Maar je weet in ieder geval dat je die spot niet meer weg gaat geven. Dan is het spannend voor het Almeerse doel. Maar het blijft 2-0. Hier paast Vaarnold naar Termini en die komt oog in oog met de keeper van de Lisse te staan. Maar benut de kans niet. Dan krijgt het team van de René Koster halverwege de tweede helft een aantal kansen. Maar het blijft ook wel oppassen voor de Almeerse verdediging. Dan een lange bal naar voren. Die komt terecht bij Termini. En hij zet de 3-0 op het scorebord. Tot slot nog een paar wissels door René Koster. En in die extra speeltijd maakt invaller Ibrahim de 4-0. Ja, dan lopen jullie als het ware een beetje over Lisse heen. Ja, Lisse gaf het ook wel een beetje op. En op een gegeven moment was ze volgens mij zelfs een aanvoerder geblesseerd. Kon ze niet meer wisselen, stond zelfs met 10 man. Dus ja, Lisse wist ook wel dat hier op een gegeven moment niks meer te halen viel. Dus, Ja, 4-0, dat geeft vertrouwen. Ja, zeker. En dat is zeker nodig, want we hebben nog een aantal finales te gaan om van die onderste plek af te komen. Dus het vertrouwen is nu aanwezig en volgende week naar Volendam. En hoe gaat het in Volendam, denk je? Ik ga er wel met heel veel vertrouwen naartoe. Je wilt van die laatste plaats af, toch? Heel snel. Almere lokaal. Almere lokaal.